Hartelijk welkom bij alweer de derde aflevering van Sam en Ron Molspion. Is het alweer de derde? Ja, het is alweer de derde. Zullen we eens even gaan kijken wat ons het meeste opviel? Ja, wat viel jou het meeste op? De eerste opdracht was vlag ophangen. Daarbij moesten ze de kleuren van de Colombiaanse vlag allemaal aan die waslijnen ophangen. Juist. In Medellin, in Comuna 13. Jamie en Evelien die stonden daar op dat balkon. En die moesten inschatten, gaan ze 5 of minder lijnen ophangen of 6 of meer. En die hadden 5 of minder ingeschat. Maar vervolgens, met die wetenschap, roept Evelien wel vanaf dat balkon: Jongens, dat hangt niet goed, dat moet beter. Maar terwijl dat deed in principe Jamie ook toch wel. Ja, Jamie heeft haar ook wel een beetje toe aangezet, dat klopt. Ja. Maar dan kun je je dus afvragen, zijn ze er hier nou zelf met z'n tweeën voor aan het zorgen dat de groep meer waslijnen haalt dan dat zij hebben gegokt? Dat zou raar zijn, toch? Dat zou raar zijn, maar je moet je eerst afvragen, denk ik, wat zou de beste positie van de mol zijn dan? Ja. Ik denk toch dat de beste positie van de mol in de groep is. Ja, dat denk ik ook. Bij de waslijnen in ieder geval. Of in ieder geval in die groep, ja. Toch? Dus wat ze dan ook roepen, maakt in principe niet uit. Ja, de opdracht mislukt. Waarbij ze zich ook heel erg verdacht maken. Ja. En dat is ook wel een beetje wat, vind ik, de makers ons steeds laten zien. Weet je wel? Ja. Ik vraag me ook steeds af, elke keer vraag ik me dat meer af van wat zien we nou, maar wat zien we eigenlijk niet de hele tijd? Ja, precies. Ja. Dat heb ik een beetje. Want wat zien we nou eigenlijk niet? Ik heb het idee dat we nog niet zoveel van Niels hebben gezien. Weet je wel? Het is ook, nee, hè? Die zien we niet zoveel. En van Merel zien we ook niet zo heel erg veel. We zien wel heel erg veel van Evelien en ook wel van Jamie en van Nicky. Ja, Jamie. Ja, dus je ziet toch wel heel veel waarvan ik denk dat wij moeten denken dat dat de mol zou kunnen zijn. Ja. Toch? Ja, mee eens. Sinan lijkt in die opdracht niet al te veel te doen. Sinan doet helemaal niks, hè? Zie je dat? Nee, maar die doet eigenlijk al die opdrachten, vind ik, toch wel vrij weinig. Of die geeft het op uit handen. Bij het tweede spel geeft hij het boem uit handen. Weet je wel, zo makkelijk staat. Ik gun je de Ja, precies. Joker. Ja, bij stapel gek. Dan duwt hij op een gegeven moment die Jenga-toren om. Ik gun je die ook. En hij zei ook ik kan weet je, of dat je dat nog kan herinneren, dat hij bij het wachtkamerspel liep hij ook weg. Zei hij, ja, eigenlijk wilde ik die joker niet, dus ik maak hem maar open om te kijken wat er is. Ja. Dat is ook zo makkelijk, weet je wel. Ja, dat zou jokers best wel heel belangrijk zijn. Ja, dus zou dat heel erg mollig zijn. Maar doet hij dat dan om tegen zijn andere kandidaat te zeggen: ach, ik heb het niet nodig, stem maar op mij als de mol? Of doet hij het omdat hij de mol is? Dat is altijd de vraag, hè? Ja. Dat is natuurlijk altijd een beetje afvragen. Ik denk ook dat hij wel deels inziet dat het spel niet meer zijn richting opgaat. Nou ja, dan geef ik vrijmoedig de jokers. Het was ook raar trouwens dat bij Merel en Evelien ook geen, daar hebben we het al over de spel 2, maar het is ook heel raar dat Evelien en Merel natuurlijk ook niet aan het onderhandelen zijn. Aan de andere kant, moet ik zeggen, toen ik naar het spel aan het kijken was, had ik ook niet het idee van, waarom gaan ze niet onderhandelen? Had ik ook eigenlijk niet. Ik zat meer naar het spel te kijken. Je wil winnen, dat is het eigenlijk. Toch ook. Ja. Alhoewel, je kunt je afvragen of de mol aan zo'n spelletje mee zou doen. Ja, precies. Of waarom, de mol het heel serieus gaat spelen. Hij heeft er niks aan, weet je wel. Hij heeft niks aan die jokers. Hij heeft, nee. Ja, je kunt eigenlijk niet geld verdienen. Dus het is meer van, zoals Niels, die de tweede keer dus ook eigenlijk misschien niet eens gewild, maar ook weer de uitstap. Ja. Waarvan ik denk van, nou Niels, ja. En ik denk ook dat hij een beetje te snel voor zijn gevoel ook die joker kreeg ook. Dan heb ik hem. Ja. Oké, okay, doei. Ja. Ja, doei. Nou, dan ga ik weg, ja. Oh. Deze voor jou? Ja. Je mag daar. Oh, shit. Yo.
Dan bij opdracht 3 optreden, die 3D-puzzel. Wat mij opviel is dat Robert, die komt er op een gegeven moment achter het trucje van laten we die buis eens de andere kant proberen los te maken. En dat lukt. En daarmee krijgen ze die buis los die ze ook hard nodig hebben. Dus dat lijkt mij totaal geen molle actie. Dat doe je niet als mol. Nee, nee, nee. Het is aan de andere kant. Eén buis moet korter zijn. Dat er misschien erbij zijn die we dus eerst daar eruit kunnen douwen, omdat die daar korter is. Nee. Hoezo nee? Dit lukt niet zoals we het nu doen, lukt het absoluut niet. Evelien, dus... die een, of, ja, en Evelien die dan de stang vindt uiteindelijk, dat doe je ook niet als mol. Nee. Dat denk je als je mol bent, laat even lekker liggen, kost tijd, dag. Ja, precies. Ja, of ze heeft hem zelf in het gras gelegd en ze haalt hem daarna terug. Ze van, oh jongens, kijk, even goed wil kweken. Dat kan ook dat natuurlijk. Kan ook. Nou, en wat ik ook geen molactie vind, dat was wat Sarah doet hier. Hè? En goed nummeren. Ja. En eigenlijk precies zo die kubus aan de overkant brengen. Ja, weet je, ik had als ik mol zou zijn geen 1 of 2 erop zetten. Denk ik, ja, of je zet er een ander nummer op, dat zou ook nog kunnen. Ja. Ik heb echt mijn best gedaan, maar het ging niet. Maar wat hebben we nou in het spel 1 bijvoorbeeld van Niels gezien? Ja, niet veel, hè? Niet veel. Amper wat. En dat hebben we in spel 2 ook niet. Want hij krijgt die joker en dan gaat weg. Ja. In spel 3 loopt hij ook een beetje achter de meute maar aan. Ja, dat klopt. Hoewel ik hem wel het meest mogelijk vind om die balk in het gras te hebben gelegd. Omdat hij even weg is, zeg maar. Ja, precies. Of in ieder geval even uit beeld qua montage. Zien we hem even niet. Oké. Ja, daarmee hebben we eigenlijk ook het meest verdacht ook al wel een beetje besproken bij de verschillende opdrachten. Is jouw mol nog steeds Merel? Ik heb nog steeds nu mijn punten op Merel ingezet, maar meer omdat ik denk... Maar Merel? Ja? Nee, jij zegt maar meer Merel. Ja, meer... maar Merel meer... omdat... ja, maar meer omdat ik denk dat Merel er nog wel even in blijft. Dus daar, ik heb een soort van het gevoel, daar zit ik nog wel heel even veilig mee. Ja, dat snap ik, ja. Nilsson begin ik toch ook wel een optie te vinden. En Rick Paul wil ik ook niet helemaal uitsluiten. Nee. En Evelien, die drie wil ik een beetje in de gaten houden. Wel steeds nu meer, hè? Ja. Ja, het is wel lastig hoor. Maar ligt Evelien niet te dik erbovenop? Ja, misschien wel hè? Ja. Ik hoorde laatst iemand zeggen over Nielsen bijvoorbeeld. Ja, die past niet in het profiel. Dan denk ik, tegenwoordig, juist denk ik. Ze dus kijken niet naar het profiel. Nee, niet per se, nee. Nee, toch? Nee. Dus, Hebben we iets van een hint gezien? Wat, nou ja, laten we inderdaad het einde dan wel even bespreken. Alle kandidaten maken de test op een andere locatie, op een andere dak van allemaal verschillende gebouwen. Ja. We zien ze ook naar binnen gaan bij de verschillende gebouwen. De staptrein in de lift, de staptrein in het gebouw binnen, et cetera. Dan zien we ze allemaal stukjes van de test maken. Dan mogen ze één voor één hun eigen naam invullen als zijnde de executie. En dan worden de lampen worden dan wel groen, de lichtbundels, dan wel rood. Bij Merel wordt die natuurlijk meteen groen, nog voordat ze de naam heeft hoeven in te vullen, want die zet er vrijstelling in. Om hem in de gaten houden. Ja. Die ze uit de joker heeft gehaald. Dan... Sinan, die wordt op een gegeven moment ook groen. En die steekt dan zijn vuist in dat groene licht. En er zijn best wel wat mensen die zoiets hebben van... Is dat een soort van montageachtige hint? Zo van, hé jongens, hier ben ik. En ik ben sterk. En Jamie, die letterlijk van de daken keihard staat te schreeuwen. Ja. Ik zit er ook in! Ja.
Weet je, zulke dingen wat een kandidaat doet, dan ga ik. Dat vind ik toch wel lastig. Weet je wel? Ja, want ik denk. Ik zou misschien het ook wel eens gedaan willen hebben. Ja. Dat je dan zo, en dan doe je dat. En dan wordt het dan altijd wel anders uitgelegd. Daar hebben we het vorige keer al over gehad. Hè? Wat je doet in de mol wordt uitvergroot. Ja. En wat ik veel interessanter vind, is dat je kunt denken van nou, we hebben het niet gezien. Ik begrijp dat Nicky het belangrijk is voor het spel. En dat je die nog heel even wat laat zitten. Ja. Dus dan, of ze er nou uit is of niet. Maar die laat je nog heel even zitten, zodat we anders gaan kijken of ze eruit is of niet. Ja, precies. Aan de andere kant, als je nu opnieuw een test moet maken, gaan we dus niet op Nicky zitten en ook niet op Robert. Want je denkt, één van de twee gaat eruit. Ja, maar precies. Wat nou als Robert dan toch de mol zou zijn? Ja. Niemand gaat er meer op Robert zitten. Nee, hij gaat er waarschijnlijk uit. Of niet. Of... Ja. Dus ja. Ja. Ja, Robert blijft toch ook wel een soort van ergens zo achter in je hoofd. En je denkt, ja. Omdat het ook iemand is die je vergeeft als hij je fout maakt. Hij doet ergens ook wel zijn best. Maar ook heel schattig. Ja. Heel schattig, ja. Nicky blijft over en Robert blijft over. En we zien uiteindelijk wel een rode lichtbundel door de lucht heen gaan. Maar we zien niet wie van de twee het nou is. Dat ziet u volgende week. Nou zijn er heel veel moloten zijn er al keihard aan het zoeken geweest. Tuurlijk. En dat is het mooiste aan Wie is de Mol. Dat je een dag later altijd overal en nergens alles kunt vinden eigenlijk. Met Google Maps locaties en alles erbij. Ja. En als we de montage mogen geloven, het gebouw waar het rode lichtstraal vanaf komt. Daar zien we Nicky letterlijk in de montage eerder. Zien we Nicky daar langs lopen langs dat gebouw. En waarschijnlijk dus daar naar binnen gaan. Ja. Dat is de sterkste hint eigenlijk. Dat je ziet bij Nicky de landingsbaan van de helikopter. En dat zie je ook bij Google Maps. Dus dan denk ik, ja, dat zal dan... Het is bij mij ook gebeurd, hè, vorig jaar. Ik heb, iedereen zei, ja, hij is in Georgië geweest. Dat kan niet anders, want kijk... Vanuit de leader, Nou, en dat klopt dan ook wel. Ik bedoel, ik geloof ook wel dat ze dat heel goed hebben gezien. En, en dat ze zien dat Nicky op dat gebouw zit wat zo'n rode straal heeft. Dus ik ga er ook wel een beetje van uit dat Nicky het is, ja. Wat ik wel overigens heel jammer vind. Maar goed, het is niet anders. Ja, ja, inderdaad. Ja, en dat klopt ook wel met de theorie die al eerder rondging dat haar stiefbroertje was overleden. Dat ze ofwel eerder afviel ofwel was teruggevlogen. Ja. Dus dat zou ook wel kloppen dan. Ja. Dan denk ik dat we voor aflevering 3 wel weer rond zijn. We zijn rond, hè? Nou. op wie zit jij op dit moment, als je het nu zou moeten zeggen en je mag maar één naam noemen. Wie zou jij noemen? Nou, ik heb in aflevering 2 geroepen dat ik Nielsen heel erg verdacht vind. En daar blijf ik even op zitten. Weet je wel, ik ga nu niet switchen. Ja. Ik blijf even op Nielsen. Jij waarschijnlijk op Merel. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Of ga je toch switchen een beetje? Nou, laat ik het zo zeggen. Mijn punten staan voorlopig nog steeds op Merel. Maar als ik nu zou moeten zeggen wie dat de mol zou moeten zijn... Dan zou ik op dit moment denk ik ook Nielsen zeggen. Ah. Ja. 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 En toen bleef het stil. Ja. Nou, ik ben blij dat je met me meegaat, maar dat je nog even blijft zitten op Merel. Ja. Ja, weet je, waarschijnlijk gaan we gaan de volgende aflevering nog 2 weg. Dat is ook lekker. Op zich. Ja. Dus en wie denk jij, want dat vind ik ook nog wel heel belangrijk, wie gaat eruit? Nou ja, sowieso Nicky. Dat kan haast niet anders. Ja, Nicky die is al afgevallen voor ons. Ja. Maar wie gaat er aan het eind van de aflevering? Of ze zouden er weer terug moeten halen, maar dat denk ik dat niet. Dat is ook erg. Dat vind ik zo zwak, de plot van zo'n programma. Schrikkelijk. Nee. Dus nee, Nicky sowieso. En dan denk ik... Jamie weg? Ja, denk ik. Het zou zomaar kunnen zijn dat Evelien het veld moet ruimen. Ja. Dat zou mooi zijn. Niet voor Evelien, maar dan hebben we weer iemand die een beetje verdacht is. Weg. Ja. Weg. Ja, ja. Ja, maar ja, kijk, nogmaals. Ik denk, als ik kijk naar wat ons
wordt gegeven, ja. Dan is het, dan geven ze ons eigenlijk op een presenteerblaadje Evelien aan. Ja. En dan denk ik, nou, dan in zo'n geval denk ik, nou Evelien, jij gaat er waarschijnlijk heel snel uit. Ja, inderdaad. Alright. We gaan het zien. We gaan het zien. Ik zou zeggen, tot aflevering 4. Ja, tot volgende week.